Nu een gruwelijke mishandeling in Brabant. Dit keer in Oosterhout, onder de rook van Breda. Hier werd op 19 januari een 25-jarige jongen zonder reden afgetuigd en bewusteloos achtergelaten. En omdat de politie er zelf niet in slaagde de verdachte te achterhalen, wordt nu opnieuw een beroep gedaan op u. Dus kent u een van deze 5 jongens, dan kunt u bellen met oma Gent. Maar u mag de namen en rugnummers natuurlijk ook gewoon verspreiden via de sociale media. De jongen met het witte shirt en de openhangende blouse is het slachtoffer. Nou, let op de jongen achter hem. De eerste klap is al gevallen. Een van de jongens om hem heen geeft een seintje aan de andere dat het gaat beginnen. De jongen wordt als het ware door het groepje ingesloten. En dan gaat het fout. Hij krijgt nog flinke klappen tegen zijn hoofd. En daar blijft het niet bij. Het regent klappen. De jongen probeert zich nog te verweren, maar tegen zoveel geweld kan hij niet op. Van alle kanten wordt hij belaagd, getrapt en geslagen. En let nu even op. Als hij op de grond ligt, wordt er op zijn hoofd ingeslagen en getrapt. En dan is het afgelopen. De jongen probeert nog op te staan en raakt dan bewusteloos.